geen probleem. Ja. Ella! Laura, ik ga je moeten terugbellen. We zitten met een probleem. Oei. Ja, ik zou u toch willen vragen om die koffie eens op te heffen. Maar man toch. Een ring. En waar staat die ring? Op een dossier. Krijg je dat daaruit, zo'n ring? Nee, dat krijg je er niet uit. Michel, we zitten met een ring. Nee. Ja, op een Düsseldorf. Komt dat? Hier, daar, de protput. Gaat jij zo om met dossiers, vriend? Frankie, zou ik die koffie mogen neerzetten? Want ik voel me niet goed, hoor. Jong. Ja, ja, ja. Zet dat hier maar op. Daar dient dat toch voor. Ja. Gaat je doen? Ik ga Guido bellen, hè. Ja, maar kom aan, mannen. Frankie, knik af. Ja, ik had nooit verwacht dat ik het zo rap zou moeten gebruiken, maar ja, ik kan dus niet anders. Alsjeblieft. Wat is dat? Geelkaart. Ik ben nu toch even niet mee, Michel. Dat is nieuw. Dat is om te vermijden dat er bij elk probleem naar Guido gelopen wordt. Onze vriend hier gaat hier op deze kaart datum en uur noteren en ook in het kort opschrijven waarvoor hij deze kaart gekregen heeft. En krijgt hij nadien nog eens een gele kaart en maakt hij nadien nog eens een fout, dan krijgt hij rood. En dan mag onze vriend met al die kaarten naar Guido en Guido ziet dan direct, ah, die heeft dan dat gedaan en dan dat en heeft dus een vollediger overzicht. Maar kunnen wij nu voor die eerste keer niet gewoon een waarschuwing geven? Nee, vriend, nee, nee. Want dat is nu het briljante aan mijn plan. Jij gaat namelijk twee keer nadenken voor je nog iets stoms doet. Jij gaat dus minder fouten maken. Win-win situatie. Michel, mijn man, hoe doe jij dat toch? En weet de Guido daarvan? Guido weet dat er een tussenstation nodig is. Allee, helemaal, ja. Dat ik nou zo de eerste moet zijn. Ja, sorry, mannes. Ja, dat is spijtig, ja. Zeg, protput. Die koffie is ondertussen al wel koud, hè. Michel, kan ik dat dan ook krijgen, zo'n geel kaart? Ja, Franklin. Briljant. Briljant. Zeg, Alain. Zou je mij even kunnen helpen, alstublieft? Graag, Frankie. Ik ben blij dat je dat vraagt. En ik ben ook heel blij dat je mij Alain noemt. Hier, 7 letters. Een gat in de grond dat stinkt. Kruiswoordraadsel. Ja. Een gat in de grond. Gat in de grond dat stinkt. Kuil, een put. Een... 7 letters. Beerput. Nee, nee, de eerste letter is een P. Peerput, hè? Peerput. Michel. Peerput. Is het protput, Frankie? Ja, protput. Protput. Ik had in de grond als die tiefer. Protput. Ja. Guido, zou ik u even kunnen spreken in uw bureau, alstublieft? Michel, ik ben helemaal van mijn slag. Ik kan mijn armen niet meer bewegen. Kalm, Frankie, rustig. Ik heb toch niks gedaan? Nee, hij stond ineens recht en bam! Wat is hier gebeurd? Kom, Guido, los dat op. En ik ben nu een tijd. Stop nu. Ik had hem gewaarschuwd, hè, Guido. Even, denk je nog dat je gaat slagen of is het weg? Nee, 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 dat is over, hè. Zeker? Want... Ja, dat is even rap weg dan dat komt, hè. En met de Frankie, ik ga dat allemaal vergoeden, hè. Dat komt allemaal in orde, maar het komt echt zo niet meer verder, Guido, dat... Ik zou mijn klacht willen neerleggen. Frankie, ik ben ermee bezig. Tegen hem? Wacht. Kijk eens, Guido, mijn armen trillen helemaal. Frankie, ga even buiten. Kom, Frankie, de Guido is daarmee bezig. Ik vraag mij af, Guido, wie dat er hier het slachtoffer is. Frankie. Vraag mij af. Je moet vertrekken.
Guido. Zeg, Frankie, dat moet je nu ook niet doen, hè? Nee, dat moet niet. Maar dat mag hier blijkbaar. Frankie, stop ermee. Ja, je ziet, dat is niet plezant, hè? Als iedereen zich hier gaat beginnen afzonderen, dat is niet plezant, hè, Protput? Man, hè, ik heb mijn spaken gebeld en de Guido heeft zelf iets gevraagd om zijn bureau te kunnen afsluiten. Guido weet niet wat hij wil. Ga je mee eten? Ja, dat is goed. Nee, ik kan niet. Ze komen dat spul installeren. Niet dus. Ga niet mee. Ik had niks anders verwacht, Michel. Ja, zeg. Van dat mal, hè? Alain, ik sta hier op de parking. Kom dus even helpen uitlaan. Ja, ja, ik kom eraan. Ja. Jo, jo. Van dat mal, hè? Eindelijk! Alain, het is Sammy hier, hè? Ça va, man? Ja, Sammy, nee, joh. Ik heb nu echt geen tijd, hè? Allee, bel het zelfs maar terug. Allee, joh. Is dat juist Trivial Time? Trivial Time? Dat is iets tussen mij, Michel en Guido, ja? Jij zou trouwens even van die stoel moeten, hè? Want Guido komt daar zitten. Maman toch! Gaat jij ons overal volgen, of wat? Wat bedoelde? Ja, jij zit wel op mijn plaats, hè? Ah, dat is hier mijn vaste plaats, hè? Ja, ik wist dat. Dat is Guido zijn plaats. Ja, maar die Guido is toch buiten gaan eten, zeker? Dus dan... Ja, dus niks dan. Jongen, je moet niet te rap willen zijn, oké? Je moet ons even tijd geven om te wennen. Ja, maar man, ik wil die Guido helemaal niet vervangen. Dan moet je ook niet op zijn plaats gaan zitten. Je kent misschien wel iets van kiwis, maar van psychologie kende duidelijk niks. Zo had ik je dan nog niet bekeken, Michel. Dan ga ik mij daar zetten, hè. Ik wist ook niet dat ik te rap aan het gaan was. Excuses. Anita, wie is een plaats is dat hier? Dat is vrij. Dat is vrij. Smakelijk, Michel. Smakelijk, Guido. Smakelijk, Frankie. Smakelijk.